Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wat een ongekende temperaturen bleven. Het zijn op de meeste plaatsen geen records. Maar rond de 25 graden halverwege september. Dat is nou ook niet iets dat we elk jaar meemaken. In de Hoek van Holland werd het zelfs uiteindelijk 27 graden. Dat meetpunt staat in de duinen. En in de duinpannetjes was het dus het warmst vandaag. Heerlijk strandweer ook. Limburg had veel minder weer. Vanochtend vielen daar al stevige buien. Pas in de namiddag brak de zon door. En kon de temperatuur daar toch nog even oplopen. Maar al met al een heerlijke zomerdag. En dat hebben we allemaal te danken aan een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied ligt ver weg boven het oosten of westen van Rusland, Oost-Europa dus. En dat hoge drukgebied dat zorgt voor een oostelijke wind die warme lucht aanvoert. Maar we moeten eigenlijk kijken naar het lage drukgebied ten noordwesten van Spanje. Want dat lage drukgebied komt langzaam dichterbij. En de bijbehorende wolken en buien die boven Frankrijk en België zitten, breiden zich ook langzaam over ons uit. Dat heeft Limburg vandaag al gemerkt en morgen zien we dat in een groter deel van het land. Vanavond en vooral in het zuidoosten nog steeds een enkele bui. De buien kruipen langzaam noordwaarts, dus de Achterhoek en misschien Twente krijgen er ook mee te maken. In de rest van het land brede opklaringen en misschien een paar wolken. Halverwege de avond is het nog steeds 20 graden, dus het is gewoon een, een zoele zomeravond. Komende nacht blijven de temperaturen ook hoog, rond de 15 graden. Er kan weer nevel of mist ontstaan, en vooral in het oosten is een lokale bui mogelijk. Verder vrij rustig weer. Het verkeer moet in de nanacht en vroege ochtend dus wel rekening houden met slecht zicht op een enkele plek. Die nevelmist die lost in de loop van de ochtend op. Daarna hebben we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Dus duidelijk meer bewolking dan vandaag. En er gaan dus ook meer buien vallen. De meeste buien in het noordoosten en oosten. Daar is ook kans op onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. valt te hooguit een enkel buitje. En in Zeeland denk ik dat het zelfs helemaal droog blijft. De temperatuur levert wel in. 22 tot 24 graden. En de wind draait van oost tot noordoost in de loop van de dag naar west tot zuidwest. Kijken we dan naar het weekend weer, dan zien we dat we op de zaterdag nog steeds met enkele buien te maken krijgen. Zeker geen verregende dag. Vroeg in de ochtend kan het weer grijs en nevelig en mistig zijn. Het is eigenlijk hetzelfde weerbeeld als de afgelopen dagen, alleen met meer wolken en meer buien. 20 tot 23 graden, temperatuur levert weer een graadje in. Zondag wordt het koeler, dan draait de wind naar het noorden, neemt aan zee toe naar 4 tot 5 voor. En die stevige wind die komt in de loop van de dag en blaast de wolken en buien dan langzaam naar Duitsland weg. Dat betekent dat we in de loop van zondag vanuit het noordwesten mooier weer krijgen, maar ook lagere temperaturen. Het wordt ongeveer 18 graden. Maandag hebben we dan een afwisseling van stapelwolken en zon en dan is de graad of 17, dus de warmte is dan echt verdreven. Dat zien we ook op de langere termijn grafiek. Vrijdag nog de warmste dag, zaterdag al iets koeler en daarna zet de daling echt in... En de rest van de week houden we ongeveer die temperaturen, dus rond de normale waarde van zo'n 17 à 18 graden. Daarbij geregeld zon en slechts een enkele bui. Morgen dus nog even genieten van het warme weer. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.